In deze video zijn de testresultaten van de kandidaten bekend. Anna doet iets raars met haar handen en de groepsfoto verklapt de mol. Hey alle, ik ben Tim en ik neem elke zondagochtend om 8 uur de hints en theorieën met jullie door. En in deze video aflevering 6. Afvragen was de afleveringstitel en dat kan leiden naar de volgende situaties. Rian en Fons vragen zich nou af wat ze moeten doen. En verder vragen Babs en Rosario zich ook af wat ze moeten doen in de allereerste opdracht. Want Kees geeft hier niet de goede uitleg. Ten tweede heeft Mol Levi het volgende doorgestuurd naar mij. Rosario geeft namelijk toe dat doordat hij nu penningmeester is, dit weer een vraag minder is voor hem om in te vullen bij de test. Voor hem gaat er dus één vraag af, oftewel afvragen. Sterke theorie natuurlijk. Maar de sterkste vind ik dat ik mijzelf nog steeds afvraag wie de mol nou is van dit seizoen. Het is namelijk best wel lastig. Toen was het tijd voor opdracht 1 en tijdens de uitleg van Rick valt het Sasha Roos op dat Anna drie rare symbolen uitbeeldt. Namelijk de symbolen M-O-L. Is Anna hier zichzelf aan het verraden? Verder zegt Rosario in zijn biecht dat hij al een tijdje penningmeester wilde worden. Hij is het nu ook uiteindelijk. Wilde hij dit al worden voordat de opdracht met Dennis Wening, de oud-mol, kwam? Zodat hij als mol toch nog eventjes in de kamer van de versnipperaar kon staan? Of wilde hij juist penningmeester worden om expres geld te laten vallen en misschien geld weg te mollen? Wil jij dagelijks praten over hints en theorieën met andere moloten? Dan kan dat nu in mijn WhatsApp-groepsapp. Hieronder staat een linkje en als je daarop drukt, kan jij meepraten met hints en theorieën over alle afleveringen. Dan valt het in de opdracht op dat Kees gelijk verwarring aan het zaaien is door dingen verkeerd te zeggen en uit te leggen. En dan vervolgens dat te verbeteren en verder weer veel te herhalen. En hierdoor wordt natuurlijk iedereen helemaal gek door die portefeuille. En kan niemand zich echt meer goed concentreren op wat ze nou daadwerkelijk moeten doen. Verder heb ik als gedachte dat de mol waarschijnlijk vooral alleen loopt of alleen is. En dat ze natuurlijk heerlijk zijn als mol zijnde. Rian valt hier heel erg in op. Maar ook Anna is alleen en Kees staat al een tijdje alleen bij het tafeltje met het hoogste minbedrag. Wat natuurlijk ook best wel opvalt. Dan zegt Rian weer wat raars. Het waren namelijk 4 stippen op de steen en niet 3 stippen. Wilde Rian hier dat Anna de steen zou oppakken? Want hierdoor zou de steen natuurlijk gebruikt moeten worden. Verder zegt Rian in haar biecht dat ze ineens dyscalculie of dyslexie heeft. Een mol is natuurlijk blind en kan dus sowieso niet goed rekenen en schrijven. Kees spreekt dan verder Tooske nog aan, omdat ze iets fout zou gedaan hebben. Terwijl Tooske juist heel goed bezig was. En Kees biedt hierna zijn excuses erop. Is het een actie van Kees om de rest van de kandidaten op Tooske te laten storten? Dan is Rian ook weer veel aan het lopen en ook alleen. En ook weer veel minder in beeld dan de andere kandidaten, wat nu wel echt al heel veel opvalt. Is Rian een beetje de schaduwmol? Dan aan het einde van de opdracht, als de laatste tafel nog compleet gemaakt moet worden, gaat iedereen tegelijkertijd stenen halen voor de laatste tafel. En daardoor ontstaat er natuurlijk weer chaos. Dan Fons, die even met een hele rare actie komt, die wil namelijk de steen die er niet afgehaald mag worden van de stapel afhalen om het even te controleren en om dan vervolgens in zijn biecht te zeggen dat hij het toevallig even vergeten was. Erg raar. Verder vertrouwt Tooske Rosario totaal niet en Rosario vertrouwt Tooske niet. Nou ligt Tooske natuurlijk uit het spel, dus zou het zomaar kunnen zijn dat Rosario niet de mol is. Alhoewel het ook heel makkelijk kan zijn dat Rosario wel de mol is, want Rosario die vindt natuurlijk Tooske verdacht. Uiteindelijk wordt er €1500 verdiend in deze opdracht en zijn 4 van de tafels, als het goed is, goed gerekend en eentje niet. Dit was waarschijnlijk die van Rosario en Babs, als het ligt aan Niels. Dan na deze opdracht wil Babs met Rosario in een bondje. Babs heeft natuurlijk meer informatie en zit dus waarschijnlijk op Rosario. Alhoewel de aankomende testresultaten iets heel anders zeggen. Dan opdracht 2, bij elkaar passen. Er is hier weer veel gemold, maar niet goed genoeg. Bij een paar kandidaten horen we wat Rick zegt als omschrijvingen. Maar bij Kees en Rosario horen we juist niet wat Rick zegt. Is natuurlijk best wel raar waarom we dat niet horen bij deze 2 kandidaten. Is misschien één van deze 2 de mol? Verder, om op Kees te blijven, geeft hij per ongeluk het woord mannen door.
en verbetert het naar mensen. Maar het had juist mannen moeten zijn. Is ook weer heel erg opmerkelijk van Kees. Is hij hier een molactie aan het uitvoeren? Wil jij kans maken op deze zwarte vrijstelling? Abonneer dan snel hieronder voor de 3500 abonnees. Bij de 3500 abonnees geef ik deze zwarte vrijstelling weg aan één van jullie. Dan horen we dat de test analoog is en Yvonne en Liki via Instagram valt het op dat van dit woord je eventueel analoog kan maken. En een mol die liegt natuurlijk. Liegt Anna hier dus als mol? Anna loog. Dan de test en eliminatie. Fiorenza versterkt door Wie is de Mol schema's en het wieisdemol.com forum. Hebben mij het een en ander doorgestuurd of doorgegeven. Ze hebben alle drie namelijk de testvragen doorgestuurd en dat is te zien in dit schema. En de verdenkingen zijn op het forum vooral langs gegaan in een soort flow aan dingen van goh, oké, deze kandidaat zit op die, bla 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 bla. En daar is het volgende over te lezen. Bij Kees zeggen ze laten geen enkel beeld zien van vragen die Kees beantwoordt. Ook tijdens zijn biecht laat hij niet merken op wie hij zit. Rosario. Er worden geen beelden getoond van antwoorden die hij invult. Wel hoor je nadat vraag 18 in beeld komt zeggen naast Fons. En vraag 18 is naast wie stond de mol op de groepsfoto van aflevering 6. Rosario 6 zegt dus naast Fons. En volgens Noah waren degenen die naast Fons stonden op de achterste rij Anna en zichzelf. Hij kan dus heel makkelijk op zichzelf hebben gestemd in deze situatie. Wat ook nog goed kan volgens Noah is dat de mol dus juist aan de buitenkant moet staan. Omdat de vraagstelling juist is wie er naast de mol staat op de groepsfoto. Dan zouden Kees en Anna erg opvallen. Dan Tooske. Bij vraag 15 vult zij Italië in. En dat is waarschijnlijk de vraag van de favoriete vakantieland van de mol. En nou kunnen we dat helaas niet achterhalen wat het favoriete vakantieland is van een van de kandidaten. Dan bij Rian. Bij vraag 13 vult zij nee in en bij vraag 19 vult zij ja in. Vraag 13 was, moest de mol op de dansvloer blijven aan het einde van de opdracht met het volksdansen? Daar zegt zij dus nee op. En vraag 19 is niet bekend, maar kan eventueel de vraag zijn over de penningmeester. En dan valt het misschien wel op dat zij op Rosario heeft ingezet tijdens de test. Dan Anna. Bij vraag 9 vult zij puddingbroodjes in. En vraag 9 is, wat zou de mol nooit meer willen missen in het leven? Nou hebben we natuurlijk geen idee wie er graag puddingbroodjes niet meer wil missen in het leven. Dus kunnen we daar niet echt een goed antwoord bij verzinnen. Dan Fons. Bij vraag 6 vult hij ja in. En vraag 6 is of de mol bij het bord met de Maya-code heeft gestaan. En dat was de eerste opdracht en daar stonden Toos, Kees en uiteindelijk Fons zelf bij dit bord. Zit Fons hier dus een beetje op Kees? Want ja, Tooske is sowieso afgevallen. En als Fons kandidaat is, stemt hij niet op zichzelf, lijkt mij. Dus dan lijkt het heel erg logisch dat Fons op Kees zit. Dan Babs. Bij vraag 8 vult zij meer invoelend in. En vraag 8 is welke eigenschap de mol graag zou willen hebben. Geen idee wie er meer invoelend wil zijn. Bij vraag 10 vult zij 6 in. En vraag 10 is hoe vaak de fiets van de mol gestolen is. Nou weten we natuurlijk ook niet wie van de kandidaten 6 keer de fiets gestolen is. Daarnaast, wanneer zij tijdens haar loopje haar strategie vertelt hoe ze antwoorden onthoudt, noemt zij achter elkaar blauw, fiets en fonds. Hierbij worden achter elkaar vraag 14, 17 en 20 getoond. Wat betekent dat zij op fonds zit als mol. Vraag 14 is, moest de mol op de dansvloer blijven aan het einde van de opdracht met het volksdansen? Vraag 17 is, wat is het favoriete voorwerp van de mol in huis? En vraag 20 is, wie is de mol? En tot slot weten we over Babs dat ze ook op een man zit als mol. Dit laat dus wel heel erg weten dat Babs juist op fonds zit in plaats van Rosario. Erg verdacht. En dit gaan we in de gaten houden. Dan ligt Rosario verder nog lekker te niksen in zijn hangmat. Zonder molboekje. Terwijl je voor de test als kandidaat denk ik wel even je molboekje nog wil bekijken. Erg leuk shot in ieder geval als hij de mol is. Verder zat Kees weer achter de afvaller en raakte de afvaller ook weer aan. En dat is nu al 6 afleveringen achter elkaar. Blijft erg verdacht en moeten we ook zeker in de gaten blijven houden. Tot slot is op het forum nog bekendgemaakt dat er dit jaar geen Vendag komt. Wat uiteraard best wel jammer is. Maar wie weet komt er met het volgende seizoen nog wel iets vergelijkbaars. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker ook voor de 3500 abonnees en een kans om de zwarte vrijstelling te winnen. En dan zeg ik voor nu weer, laters.